Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte Fornerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. De consumentenprijzen op Bonaire blijven stijgen. In het vierde kwartaal van 2019 waren de prijzen van consumentengoederen en diensten op Bonaire met 2,2% hoger dan een kwartaal eerder. De prijzen van het vierde kwartaal 2019, daar hebben we het over in dit persbericht, die zijn gestegen op Bonaire met 2,2% in vergelijking met het vierde kwartaal 2018. Wat is de oorzaak hiervan? Er zijn verschillende factoren hebben een oorzaak, maar we zien dat voornamelijk de gemiddelde stijging is vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van vervoer, van sector vervoer. De benzineprijzen van de afgelopen kwartaal zijn 10% duurder dan een jaar daarvoor. De dieselprijzen die zijn ruim 11% gestegen in vergelijking met een jaar daarvoor. Ook vers fruit stuwde het prijspeil en dit was bijna 39% duurder dan een jaar daarvoor. Dus dat is een behoorlijke stijging. De prijzen van schoeisel en kleding daarentegen hebben een drukkend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Wat is het geval van Saba en Stacia? Voor Stacia zien we dat de prijzen in de vierde kwartaal gestegen zijn met 1,0%, met 1% in vergelijking met een jaar daarvoor, vierde kwartaal. En voor Saba geldt 0,8% stijging. Jullie hebben ook de vergelijking van 2018 en 2019? Ja, nu publiceren we ook het jaarcijfer, dus hoe de prijzen zich hebben ontwikkeld eigenlijk in het hele jaar. Voor Bonaire geldt dat er een prijsstijging is geweest van 1,3% in 2019 in vergelijking met 2018. Voor Stacia geldt een stijging van 0,7% en voor Saba een stijging van 0,5%. Mensen die meer informatie willen, hoe kunnen ze dat doen? Wij zijn gevestigd hier bij Caigo Benador de Brot. Iedereen is vrij om te komen met vragen. Wij hebben ook onze Facebookpagina Statistics Caribbean Netherlands, waar we vaak goede weetjes publiceren, interessante informatie. Wij hebben al onze informatie is ook op de website te vinden, www.cbs.nl/caribisch-nederland. Douane Bes, Curaçao, Aruba en Suriname kwamen afgelopen week samen voor het Internationale Dag van de Douane. Soraya Polstrix, directeur van Douane Curaçao, gaf een toespraak. Laat ik daarmee beginnen. We zijn hier op het prachtige landhuis Manape. Ik weet niet of de accenten goed leggen. Maar ik wil jullie van harte welkom heten op het slotfeest van deze prachtige Douane Week. We hebben een ontzettend mooie week achter de rug met heel veel sportieve activiteiten. Ik heb genoten van het zaalvoetbal. Ik mocht meedoen met de eerste wedstrijden van de softbalwedstrijd. Ik heb mensen zien domino spelen. Het was echt een week van collegialiteit, vriendschap. Van samen met elkaar de douane koesteren, want dat is hetgene wat ons bindt. Vanavond is de slotavond. Ik ben heel blij dat jullie er zijn en dat je er allemaal zo fantastisch mooi uitzien. Dus ik wil graag jullie welkom heten op deze avond en de deuren openmaken. Laat het feest beginnen en laten we een fantastische avond hebben. Van harte welkom. We hebben een geslaagde week achter de rug. Ten tweede wil ik de delegatie uit Suriname namens de douane Curaçao ook van harte welkom heten. Ik hoop dat dit niet bij de eerste keer zal blijven, maar dat we de komende jaren kunnen blijven rekenen op de deelname van Suriname aan de viering van de Internationale Douanedag. De Werelddouaneorganisatie heeft dit jaar in het teken gesteld van bevordering van duurzaamheid voor mensen, voorspoed en de planeet. Fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet. De douaneorganisaties zullen zich dit jaar specifiek inzetten
door met het oog op de sociale kant van de douaneorganisaties met respect voor de mensen, de vooruitgang, veiligheid en voorspoed te bevorderen. En met het oog voor de randvoorwaarden voor een beter milieu. Gezien de internationale ontwikkelingen op het gebied van de douane is het van belang dat wij als organisatie de juiste aandacht schenken aan de ontwikkeling van de douaneambtenaar als individu en als onderdeel van de organisatie. Opleiding en optimalisering van de werkprocessen zijn daarbij van groot belang om de voorspoed te bevorderen. Ik hoop op een nauwere samenwerking tussen de douaneorganisaties van onze vier landen, Bonaire, Sint-Eustatius, Ceiba, Nederland, Suriname, Aruba en Curaçao, om daarin waar mogelijk krachten te bundelen en kennis te delen. De douane Curaçao staat voor veel uitdagingen voor 2020, maar ik ben ervan verzekerd dat we samen als douaneorganisaties vele positieve resultaten kunnen boeken. Door deze internationale douanedag en de sportieve activiteiten daaromheen zijn de contacten en de onderlinge banden weer verder aangehaald. Ik wil hierbij alle aanwezigen feliciteren met deze mooie internationale douanedag. En ook namens de minister van Financiën, die had 2 keer graag willen komen, maar door omstandigheden lukt het ook maar niet. Wil ik jullie in ieder geval van harte erop drukken dat we echt gaan proberen samen te werken tussen al onze douaneorganisaties om deze verder te kunnen intensiveren. Ik wens iedereen samen een heel inspirerende douanedag, een prachtige avond. De mannen zien er geweldig uit, de vrouwen om maar niet erover te hebben. Jullie zien er geweldig uit, Douane Bonaire, jullie hebben het fantastisch gedaan. Ik wens jullie een fijne avond. Vervolgens gaf de directeur van de douane Aruba een toespraak aan de leden van de douanekorps Aruba, Curaçao, Bes en Suriname. Wij als douaneambtenaren moeten ook de kans hebben om onze dag te vieren. Als douaneambtenaren zijn we belangrijk en speciaal voor onze respectieve landen. Wat ons zo speciaal maakt is het feit dat wij als douaneambtenaar de grote taak hebben om het staatskas te spekken, maar ook om te zorgen voor de veiligheid van onze staten. 2 taken die niet makkelijk zijn, maar dat we toch met veel liefde verrichten. Met alle problemen die zich wel eens voordoen, is het een grote uitdaging om deze taken goed te volbrengen. Toch gaan we door met datgene dat we elke dag, zoals ik al heb gezegd, met liefde doen. Liefde voor onze collega's, liefde voor ons land en liefde voor de inwoners van ons land. Want uiteindelijk zijn zij als consumenten en zij die beveiligd moeten zijn, die van ons werk profiteren. Zeker voor onze kleine eilanden die heel weinig produceren, maar veel importeren, geldt dat we veel producten moet importeren en dus speelt de douaneambtenaren een belangrijke rol bij alles dat onze grenzen passeren. Bovendien wordt de cross-border trade, oftewel de handel over de grens, met de dag groter, maar ook sneller. Dat komt door de moderne technologieën. En wij blijven ook niet stilstaan. Wij maken ook gebruik van moderne technologieën om onze controles zo goed mogelijk te verrichten. Ook wij als douaneambtenaren maken steeds meer gebruik van deze moderne technologieën en hulpmiddelen om ons werk te verrichten en zeer zeker om het aangenamer te maken. Maar naast de technologie en de hulpmiddelen is het noodzakelijk dat we ook andere werkwijzen en procedures toepassen. Dit betekent veranderingen in de organisatie brengen. Verandering is altijd een uitdaging. Niet iedereen wil veranderingen. Niet iedereen voelt zich comfortabel met veranderingen. In ons leven, maar ook op ons werk, is een verandering de enige wat constant blijft. Telkens weer verandert alles. Veranderingen zijn niet altijd makkelijk,
Daarom moeten we altijd al open zijn om de veranderingen te aanvaarden. De slogan dat de WCO dit jaar voor de Internationale Douanedag heeft gekozen is Customs Fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet. De douane bevordert de duurzaamheid voor de mensen, welvaart en planeet. Een belangrijke taak dat we allemaal, zoals eerder gezegd, weer met liefde verrichten. In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 februari staat de komende immigratiebeurs te Houten, Utrecht, extra in het teken van zonnige regio met Dutch Caribbean als gastland 2020. Dit jaar neemt MCB deel aan deze immigratiebeurs. MCB werd dit jaar benaderd door de organisatie Immigratiebeurs Nederland om mee te doen aan deze beurs. Deze beurs zal gehouden worden op 8 en 9 februari in Houten, Nederland. En met vol trots kunnen we deelnemen dat wij ook gaan participeren. Het thema van deze beurs is het wonen, het werken, het studeren of het opzetten van je eigen onderneming. MCB gaat hoofdzakelijk met twee hoofddoelen. Dat is om de producten en de diensten te kunnen leveren qua informatie. En ook de afdeling wervenselectie om de young professionals terug te halen naar Bonaire. De immigratiebeurs die ontvangt jaarlijks zo'n 11.000 bezoekers. En je kunt rekening op zo'n 200 exposanten waarvan MCB dit jaar voor het eerst gaat deelnemen. We hebben onze eigen standplaats en dat is nummer 262. En we hebben ook een eigen aparte presentatie die we zullen geven op zondag 9 februari. Iedereen is welkom te bezoeken. Wij nodigen graag iedereen uit om te komen. We hebben van MCB 50 gratis entreekaarten weg te geven. Die kun je bestellen via een speciale link die je op onze Facebookpagina kunt terugvinden. Wij gaan, zoals ik zeg, ook voor de werving en selectie. En daar kun je ook heel veel informatie via onze website vinden, ook ter plekke. Ik zal hier de website van MCB Bonaire aanhalen. Dat is www.mcbbonaire.com. Alsmede onze Facebookpagina. Dat is MCB Bonaire Events. Wij nodigen iedereen om dus onze Facebookpagina te bezoeken en ook onze website te bezoeken in verband met onze participatie naar de emigratiebeurs. En dan ook om overige mensen ook uit te nodigen, overige familieleden in Nederland, vooral de jongeren die afgestudeerd zijn of die bezig zijn aan afstuderen en die plannen hebben om terug te keren naar Bonaire, om zo een bijdrage te gaan leveren aan zowel het eiland Bonaire zelf als mede onze bank Maduro & Cordiales Bank Bonaire. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Het Bonaire Journaal. Publieke gezondheid monitort het infectieziekte coronavirus in samenwerking met Nederland. Bonaire heeft signalen gekregen om in samenwerking te komen om voor te bereiden tegen deze ziekte. Alcera Janga Jansen, directie Samenleving in Zorg, vertelt meer. Ja, ik zal dan zo beginnen. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een afdeling publieke gezondheid en de afdeling publieke gezondheid heeft een sectie infectieziektebestrijding. De sectie infectieziektebestrijding is de sectie die elke dag, de gehele jaar door, de situatie monitort op het gebied van infectieziektebestrijding, zodat wij op elk moment een beeld kunnen hebben van de situatie op ons eiland. In het geval van dit nieuw virus hebben we signalen gekregen en hebben wij meteen contact opgenomen met onze partners waarmee wij samenwerken op het gebied van infectieziektebestrijding om voor dit nieuwe virus voor te bereiden. Omdat het een nieuw virus is, moeten wij elke keer weer kijken wat de karakteristieken zijn van het virus en hoe het virus zich ontwikkelt. En op basis daarvan praten wij met onze partners om te komen tot maatregelen die genomen moeten worden. Wij hebben direct contact met het RIVM,
Nationaal Instituut in Nederland. En dagelijks krijgen we updates en krijgen we adviezen hoe wij op het eiland dienen om te gaan met de situatie. We hebben reeds gezeten met onze partners. We hebben natuurlijk contact opgenomen met al onze partners. En we hebben gisteren gezeten in het medisch deel van ons samenwerkingsverband. En we hebben gesproken met onze collega's van Fundación Mariadal. En zoals het eruit ziet, zijn we goed op weg, zijn we voorbereid voor het omgaan met een eventuele melding van de casus. Coronavirus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. We spreken met Joey van Slobben. Dit coronavirus is een nieuw virus. Hij komt wel uit een bekende groep van virussen. Twee van die kennen we van het verleden. Eentje is SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. En de andere is de MERS-CoV, dat is nog niet zo lang geleden uit het Midden-Oosten. Dat waren beide ook coronavirussen. Coronavirussen die komen veel bij dieren voor, maar soms kunnen ze overslaan naar mensen. Dit virus is overgeslagen naar mensen en vervolgens heeft men ook aangetoond dat mens op mens overdracht, dat daar sprake van is. En dat maakt ook dat men extra alert is. Vooral als virussen van dieren komen, kunnen ze sneller muteren. En moet dat heel nauwgezet gevolgd worden. Ja, heel veel landen nemen voorzorgsmaatregelen. China heeft natuurlijk hele extreme maatregelen genomen om het daar binnen te houden. Het grote probleem is ook in China op dit moment. Buiten China in Azië, dat was te verwachten, heb je casussen die vanuit China door Azië reizen. Europa, Amerika kunnen ook casussen krijgen. In principe kan een casus kan ook in deze regio opduiken. Het zou ook zelfs op Bonaire kunnen opduiken. Het belangrijkste is dat we daar alert op zijn. En dat zijn we met onze partners, dat als er een casus zou komen, alhoewel de kans nog steeds klein wordt geacht, maar het kan, dan zijn wij goed voorbereid. Dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het zich verder verspreidt op Bonaire. We hebben nauw contact met alle eilanden, vooral met Aruba en Curaçao. We hebben ook in een breder verband hebben contact met de eilanden samen met het RIVM in Nederland, waar we ook dagelijks mee in contact zijn. Als er zaken zijn, belangrijke dingen, treden we meteen in contact met elkaar, verifiëren van wat klopt er niet en wat is er verder nodig om te doen. Er is geen reisverbod, mensen mogen gewoon vrij reizen. Er is wel een verscherpt reisadvies, dat is uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de website kan je ook alles zien, stel dat je naar China zou gaan reizen, kan je daar alle adviezen vinden. Het wordt wel afgeraden om naar bepaalde gebieden te reizen. En ook in China natuurlijk rekening te houden met alle restricties of alles wat er nu, alle maatregelen die zijn genomen. Zo zijn bepaalde steden, die zijn echt op slot, daar kom je niet in. Dus het kan veel moeilijker zijn om te reizen. Dat beschrijven ze ook heel goed in in dat reisadvies. En verder natuurlijk heel belangrijk, en dat is eigenlijk overal waar je naartoe reist, om goede hygiënemaatregelen te nemen en vooral handen goed te wassen. Regelmatig te wassen met water en zeep voor zeker 20 seconden, dan weet je zeker dat alle bacteriën en virussen weg zijn. Ook vooral voor het griepvirus wat nu circuleert, hè, en waar je ook kans op hebt als je reist. Op dit moment wordt er nog niet gecontroleerd dat de temperatuur wordt opgenomen, hè, bij mensen die uit bepaalde regio's komen waar mogelijk het virus zou zijn. In Nederland op de luchthaven, dat staat ook op de website van het RIVM, dat is ook de informatie die wij van het RIVM hebben. Wij volgen het RIVM daarin. Op dit moment lijkt het nog niet echt effectief om dat te gaan doen. Ten eerste spoor je dan heel veel mensen op die gewoon een griep hebben, waar je wat mee moet gaan doen. Ten tweede kunnen mensen ook, als ze met koorts binnenkomen, medicaties zoals paracetamol gebruiken om hun koorts te onderdrukken. En dan kunnen ze wel gewoon doorreizen. En men vindt het juist belangrijk dat iedereen alert is en zijn verantwoordelijkheid neemt, goed geïnformeerd is. En op het moment dat je je ziek voelt en je bent in een regio geweest of in contact met een patiënt, dat je je meldt. En dan kunnen alle maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het verspreid wordt. Dus dat is op dit moment het advies. We weten natuurlijk niet hoe het in de toekomst zal zijn en wij volgen dat advies. Ja, wij krijgen veel vragen over mondkapjes. In principe is niet aangetoond dat dat echt heel effectief is. Er zijn heel veel soorten mondkapjes. Niet alle mondkapjes beschermen tegen dit soort respiratoire ziekten.
Mondkapjes moeten ook vaak gewisseld worden. Er zijn openingen bij mondkapjes. In principe wordt niet aangeraden om mondkapjes te gebruiken. Dat is anders dan voor zieke mensen of medisch personeel. Belangrijker is, we weten dat het via handen wordt overgedragen en ook via de lucht. En dat is vooral via hoesten en niezen. Dus als je moet hoesten, niezen, hoesten in je elleboog plooien of op je schouder. Of in een tissue, een papieren tissue die je meteen kan weggooien. Want daar zit het materiaal in wat besmettelijk is. En heel vaak gaat dat via de handen. Als je iemand een hand geeft of je hebt iets aangeraakt, een deurknop of wat dan ook. En iemand anders raakt het vrij snel daarna aan en komt weer bij zijn mond. Zo verspreidt het virus zich. Dus als je die maatregelen neemt, die zijn bewezen zeer effectief om ziekte, respiratoire ziekte, dus ook het coronavirus, maar ook het griepvirus en andere virussen te voorkomen. Zondag 26 januari in de avondtijden hield er een ongeluk plaats richting EEG Boulevard, waar de bestuurder met hoge snelheid reed en controle verliest achter het stuur. Anne vertelt over de periode dat ze in de prostitutie heeft gewerkt op Curaçao. Tragomeisjes, zo worden Venezolaanse prostituees op het eiland genoemd. Caribisch netwerk. Es mucho que fuerte. Porque después de tu estar en tu país, ser lo que eras, manejar tu familia, tu vida, tu dinero, tus cosas y venir a enfrentar. Dit is de Venezolaanse Anna. Zij is naar Curaçao gekomen om geld te verdienen voor haar familie. Ze is noodgedwongen in de prostitutie terechtgekomen als zogeheten tragomeisje. Una situación donde los hombres te falten el respeto, te quieran tocar, te traten como una cualquiera y tú tengas que hacer eso para poder sobrevivir y sostener a tu familia, psicológicamente da mucha depresión. Anna had geen keuze. Haar familie in Venezuela is afhankelijk van het geld wat zij hen stuurt. Es bastante rudo, porque también han pasado hambre. Hay momentos en que tenemos, pero hay momentos en que no. Y pasan necesidades, pasan hambre, porque la comida está muy costosa
Y si nosotras no tenemos trabajo, o no tenemos que ir a un SNE, como todavía sigue tocando, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Porque por lo menos agarramos, aunque sea 100 florines a la semana, con eso todavía se puede comer. Ellos allá en una semana con 100 florines comen. Maricela van de stichting Famia Planja ziet in haar werk een toename van het aantal trachelmeisjes. We hebben gemerkt dat er heel veel angst leeft onder de Venezolaanse vrouwen die deze kant opkomen en zich moeten overleven in het snack gebeuren. Er moet wel iets gedaan worden aan hun status hier. Het zij tijdelijk een verblijfsstatus geven, waardoor ze dan toch aan de slag kunnen. Met allerlei punten die misschien als in hun nadeel zou werken, denk ik dat we toch het feit niet moeten uit het oog verliezen dat deze mensen er zijn binnen onze gemeenschap. Si nosotros, si una no se enfrenta a algo, ¿cómo buscamos solución? Tenemos que ser escuchada. Hongkong bereidt zich voor het verspreiden van de coronavirus. Het Wereldgezondheidsorganisatie bereidde zich voor om later op donderdag nog een dringende vergadering te houden om te beslissen of de uitbraak als een wereldwijde noodsituatie moet worden beschouwd. Al Jazeera heeft het volgende. Concern is growing in Hong Kong that the number of coronavirus cases here could be about to sharply increase. A shortage of face masks has resulted in long lines forming outside some shops as people try to protect themselves as much as possible. I'm startlining here at 2 a.m. Yeah, in this morning. Yeah. So I'll be waiting for 6 to 7 hours. Yeah, to get the mask. To try to control the spread of the virus, the Hong Kong government has suspended most rail and ferry services to and from the mainland. But some border crossings are still open and flights are operating, which has led to criticism from many in Hong Kong who want all routes between here and China closed. Adding to the concern, it's estimated as many as 300,000 Hong Kong residents visited the mainland during the Lunar New Year holiday, with many still to return. Government medical experts say the city needs to be on alert for more infections. Most of the confirmed cases in Hong Kong are being treated at this hospital where this week several nurses went on strike for a day as part of a wider union protest against the government's response to the outbreak of the virus. They're threatening more strike action next week, which could coincide with an increase in the number of cases in Hong Kong. In Tokyo, a second flight landed carrying Japanese citizens evacuated from Wuhan. As it did, the government confirmed some passengers on Wednesday's first flight tested positive for the virus. The National Institute of Infectious Diseases have reported to us 3 new cases of coronavirus-related diseases. The city they left behind, Wuhan, remains largely under lockdown. Most people are choosing to stay indoors, but among the few signs of commerce, delivery businesses are being kept busy taking medical supplies to hospitals. My extravagant hope is to get some sleep. As delivery men, we cannot be called great, but there are many people out there who need medical supplies. But there is a shortage of some equipment, including kits needed to test patients. Because of that, many experts outside China believe the actual number of cases may be a lot higher than what the government is reporting. Wayne Hay, Al Jazeera, Hong Kong. Er is een aanslag uitgevoerd door de Russische oorlogsvliegtuigen ter ondersteuning van een offensief van de Syrische regering. Een lokaal ziekenhuis is buiten dienst gesteld. Al Jazeera News. This is what's left of Al Shami Hospital in Idlib province. We were at home with our kids when a Russian warplane carried out an aerial raid against a hospital and also a residential area. People are fed up with life here. We don't know where to go. No one can help. No one can protect us from these attacks. Many of the patients here have been injured and evacuated to other hospitals. Dozens of medical facilities have been destroyed in airstrikes in recent months. Staff here say these facilities were attacked deliberately.
I work in the Arbeja Hospital. It was directly targeted. The hospital is not operating now and is completely destroyed due to the direct shelling. So many were killed and dozens wounded. The Syrian civil defense group known as the White Helmets also blames Russian warplanes for the attack. The Russian warplanes targeted Al-Shami Hospital and the surrounding residential areas in Arbeja in three air raids. Our civil defense units rushed to the scene and were trying to evacuate a woman and a boy under the rubble. Russia is supporting Syrian government forces and has denied bombing Arbeja Hospital. Moscow insists it avoids attacking civilian targets. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan says both Russia and Syria have violated a ceasefire in Idlib, brokered by Turkey and Russia earlier this month. The territory is the last that's controlled by rebel groups in Syria's northwest region. Thousands of civilians are caught up in the violence. The UN says more than 350,000 have been forced to leave their homes since the beginning of December. Many families are now packing their belongings and leaving the city of Arbeja, but they don't know where they can go that's safe. Victoria Gatenby, Al Jazeera. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte Fornerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende keer.